Brabant klimmen we op naar de regio Utrecht in Amersfoort op de Mijnbouwweg. Surveillante Jos en Willem zien hoe de bestuurder van een Ford Mondeo de verplichte rijrichting negeert. Jos grijpt dan ook direct in. Politie, mag even terug. Rij me hier maar even een parkeerplaats op. Willem spreekt de bestuurder aan op zijn bijzondere manoeuvres. Goedemorgen. Hallo. Dat was niet helemaal zoals het hoort, hè? Ik zat niet op te letten. Ik kon niet de weg niet vinden. Want kijk, er staan een aantal pijlen. Ja, ik... op het weg. Heel erg stom. Ja. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik moest hier ook helemaal niet introuwen, zo, maar ik had mijn tom weer daar. Het was niet behoefte om op televisie te komen, mag ik zeggen. Nou goed, daar mag je straks even met de heren over praten. Dan leggen zij uit hoe dat werkt. Ik ga even binnen zitten, want ik vind het buiten te koud. Is goed. Dus ik kom zo bij je terug. Goed, wacht even. Een moment, ja. En terwijl Jos en Willem de formaliteiten afhandelen, trekt een tweede bestuurder de aandacht. Lekker band. Lekker band. Ja. Deze Toyota-rijder rijdt zo ongeveer op zijn velgen en ploegt gezellig het asfalt om. Jos spreekt hem aan. Je rijdt er met een lekker band, hè? Ja, maar je rijdt helemaal kapot nu. Je rijdt nu niet verder. Nee, je gaat niet naar de garage. Je zet hem hier aan de kant. Je rijdt de hele zooi en gooit je rijdt het hele wegdekstuk. Ja, gelijk op de parkeerplaats zetten. Terwijl de man zijn auto parkeert, rijdt de Ford-bestuurder weer verder met een bekeuring van 180 euro op zak. Ja, maar je moet niet met auto rijden, train. Dan moet je hem hier vervangen, want je rijdt nu je bandstuk en zometeen rijdt het hele asfaltstuk. Als je wel gaat rijden, bekijk je een bekeuring ervoor. En daar zit deze bestuurder niet op te wachten, dus kiest hij eieren voor zijn geld en besluit ter plekke zijn band te vervangen. En zo te zien heeft de man wel vaker met dit bijltje gehakt, want binnen no time heeft hij het klusje geklaard. En zo kan deze brokkenpiloot zijn weg naar de garage veilig vervolgen zonder daarbij het wegdek te beschadigen.